Deze koffie is klaar. Helemaal goed. Lonneke. Ik heb natuurlijk jarenlang in de horeca gewerkt en dat komt vandaag goed uit. Want ik ben cateringmedewerkster, samen met Wil. Als dat maar smooth loopt vandaag. Wat houdt het in om hier cateringmedewerkers te zijn? Wij maken de lunch voor de gasten en we zorgen van eten en drinken. Eigenlijk de hele dag door. Wij gaan vandaag de banqueting doen. Wat? De banqueting. Wat is banqueting precies? Dat houdt in dat wij lunches gaan maken voor vergaderservice. En aan het einde van de dag mag jij de salade van de dag maken. Mag je het zelf verzinnen? Je mag het niet zelf verzinnen. Je moet het volgens de receptuur doen. Laten we aan de slag gaan. Oké, lijkt me een goed plan. Was het een lekkere smoothie? Dit wordt onze werkplek. Ja, maar we gaan nu met de lunch beginnen. Dan gaan we even heel snel onze handen wassen en dan gaan we starten. Ik doe het weer. Dan moet je eigenlijk weer je handen gaan wassen. Ja, sorry. Oké, we hebben hier een mes. We hebben hier een brood. Ja. Die gebruiken we altijd voor de lunch. Dat mag je dus niet doen. Dat staat heel onbeleefd naar de gasten. Ga het proberen. Mag iets sneller hoor. Nou, helemaal perfect. Jij redt het wel, hè? Ik wil een totaal 11 hebben. En wat vind je nou het allerleukste om te doen hier? Het allerleukste is dat je heel erg variatie in je werk hebt. Dus je maakt broodjes, je helpt de gasten, je doet een aanspreker. Dat lijkt me ook wel heel gezellig inderdaad. Het is heel gezellig. En met liefde werken, hè? Dat is altijd het belangrijkste bij banqueting. Ik werk altijd met liefde. Oké. Niet met je handen, hè? Nee. En hoe belangrijk is het voor jou dat het eten goed is? Het is heel belangrijk, want dan weten we dat de gasten altijd weer terugkomen. We krijgen altijd wel respons van de gasten. Weet je, het is heel leuk als de mensen inderdaad zeggen van... God, dat hebben jullie weer top gedaan. Volgende keer doe je nog beter je best. Ja. Ziet er keurig uit, Lonneke, maar ik wil wel een beetje... Garnering. Iets meer, ja, garnering. En wat is nou het allermoeilijkste gerecht dat je moet maken? Het allermoeilijkste gerecht is als je een reservering krijgt waar bijvoorbeeld allergenen op staan. En wat zeg je dan? Hé, die gluten, daar gaan we niet aan meewerken. Nee, dat ga ik allemaal toch wel zorgen dat we het allemaal keurig netjes doen. Door een benauwde positie heen. Ik vind het toch spannend, dat vinden ze niet lekker. Jawel, dat vinden ze hartstikke lekker. Kijk, wraps tegen mijn hoofd. Komt helemaal goed. Hallo. Ik kom heel even de lunch brengen. En vertel dan ook altijd wat je hebt gemaakt, of dat niet? Normaal vertel ik dat niet, omdat dit een vergadering eigenlijk is. Oh, sorry. Dus, we hebben broodjes met zalm, kip curry salade en tonijnsalade, wrapjes. We hebben... bieslook roomkaas. Eet smakelijk. Dankjewel. Alsjeblieft. Succes. Doei doei. Nou, zie je hoe vrolijk de mensen zijn? Ja. Nou, had je niet verwacht. Hey, high five. Oh, wacht. Nog een keer. Nou, Lonneke, wat we gebruikt hebben, moeten we natuurlijk ook weer afwassen. Ja, wat moet je nou nog meer kunnen als... kan dat een beetje zachter? Er staan hier de spoelen. Wat moet je nou allemaal kunnen als cateringmedewerker? Gastvrij zijn en passie hebben voor je eten en drinken. En je moet natuurlijk ook representatief zijn. Dat is heel belangrijk. Een beetje flexibel. Oh, dat is zeer belangrijk in de catering. Ja, dat moet en goed je zeker kunnen spoelen. Dat mag je proberen. Dan mag jij de salade maken. Hier heb je de recepturen. Maar het gaat echt om 10 gram. Ja. 10 gram wessige gemarineerde paprika stukjes. Nou, succes Lonneke. Ga ik even wat anders doen. We pakken een bord. 1. 40 gram veldsla. Gaat het 40 gram zijn? 48 gram. 40 gram. Precies. Wil je niet zien? Oké. Paprika stukjes. 10. Is dat dit? Een beetje geel en een beetje rood. Beetje sneller. Ja. Oké. Oh, ik kan natuurlijk de bord ook gewoon laten staan. Ik maak zo 1 salade in een uur. 10 gram. Shit, 14. Geweldig, hè, zo'n medewerker. Nou, hoe vind je hem zelf eruit zien? Heerlijk. Dus je zou hem zelf pakken? Ja. Ik moet zeggen, ik ben super trots op je.